Dat bijvoorbeeld, ik neem hier een examen godsdienst juni 2013, waar een leerkracht vanuit de terreinen, Tim, heeft u het leerplan bij? Misschien het raamplan heeft u daarbij? Dus dit is een examen voor 5 TSO, waarbij je voor 6 TSO, die gaat rond de 2 terreinen van dat jaar. Een examen dat zich gerealiseerd heeft aan het einde van het jaar, waarbij de leerkracht het volgende zei. Dus, en het gaat hier nu heel expliciet over het uitdrukkelijk evalueren van die levensbeschouwelijke vaardigheden. Okay. Ja. Dus cognitieve inhouden enzovoort horen daar allemaal bij, maar ze zijn ondergeschikt aan de levensbeschouwelijke vaardigheid. Motiveer duidelijk, wees niet te beknopt, toon in je antwoorden respect naar jezelf en anderen toe en de wijze waarop je gequoteerd wordt, vind je hierna. Totaal staan er 30 punten op. Het gaat om 10 vragen. Deze 10 vragen staan elk op 3 punten. Ja. De leerlingen krijgen vooraf te weten hoe de puntenverdeling gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld, dit is maar een voorbeeld, je kunt daar maar bij wijze van een voorbeeld. Dus je krijgt punten op jouw wijze van reflecteren. Zeer goed, dan krijg je 3 op 3. Hè. Dat wil zeggen, je reflectie is duidelijk en gedetailleerd, je omschrijft goed waarover je reflecteert, je hebt een kritische houding tegenover jezelf en naast feiten en vaststellingen komen ook persoonlijke gevoelens aan bod. Je krijgt een 2, je reflectie, daar zijn leemtes in. Je reflectie is wel voldoende duidelijk, je hebt wel een kritische houding tegenover jezelf, maar zonder veel diepgang, persoonlijke gevoelens en ervaringen komen echter wel redelijk aan bod. Een slecht, dat is een 1. Jouw reflectie is zeer onduidelijk en bevat veel elementen die er niks mee te maken hebben. Het is onduidelijk waarover jij reflecteert. Je hebt geen kritische houding tegenover jezelf. Persoonlijke en gevoelens en ervaringen worden niet opgenomen. Dit krijgen de leerlingen vooraf. Dus zij weten hoe zij op basis waarvan gereflecteerd wordt en wat geëvalueerd wordt en gequoteerd wordt. En dan komen die vaardigheden. Bijvoorbeeld, vaardigheid 1, want die nummering moet je een beetje opletten. Je vindt publicaties waarin dat ze een andere nummer hebben. Maar attent worden, ik zie dat mensen vanuit een zekere visie of inspiratie leven. Dus terugkijkend, het examen gaat hierover, of de evaluatie gaat hierover. Waar in jij omgeving zie je dat mensen leven vanuit een sterke visie, inspiratie of levensbeschouwing? Geef 2 voorbeelden. En omschrijf telkens kort de visie, inspiratie, levensbeschouwing die in hun leven aanwezig is. Ja. Luisterend omgaan. Ik kan en wil andere levensvisies beluisteren en ervan leren. Bijvoorbeeld, vraag, naast de traditionele wereldgodsdiensten bestaan er nieuwe religieuze bewegingen, secten, magie. Als je op deze lessen terugkijkt, wat heb je hier dan voor jezelf uitgeleerd? Ja. Dus luisterend omgaan met het zin aan dat. De eigen positie motiveren, levensbeschouwelijke vaardigheid 5. Ik vind de taal om mijn eigen gevoelens, bedenkingen, vragen en meningen over het leven uit te spreken. Hoe zou jij op dit moment, na een aantal jaren godsdienstonderricht, je eigen levensbeschouwing omschrijven? Welke bedenkingen en of vragen heb jij hier nog bij? Consequenties voor het eigen handelen bevragen. Ik kan en wil het christelijk verhaal beluisteren en ervan leren. Je volgde zo'n 6 jaar RKG in het secundair onderwijs. Heel wat onderwerpen kwamen aan bod. Verschillende inzichten werden je aangereikt. Noem, omschrijf de 3 belangrijkste zaken die jij leerde en die je wil meedragen in je verdere leven. Ja? Het eigen verhaal verbinden. Ik heb een eigen kijk en mening op het leven en die kijk gebruik ik om situaties te beoordelen. Heel wat mensen vinden troost, kracht, hoop in het gebed. In de stille ruimte zijn we op enkele vormen van gebed dieper ingegaan. Wat neem jij mee uit deze les? Hoe sta jij tegenover bidden van jezelf, van anderen? Expliciteren. Ik zie hoe mensen in gemeenschap wat zij belangrijk vinden een plaats geven, LBV 2. Als je de hele inhoud van het terrein, grondervaringen en geloof bekijkt, wat is dan volgens jou de functie, het belang van godsdienst voor de mens en de samenleving?
Het kan niet anders dan dat de leerling om op deze vraag te antwoorden een aantal cognitieve inhouden uit datgene wat zich in de loop van het lesproces gerealiseerd heeft moet meenemen en ook de vaardigheid moet ontwikkeld hebben om daar rond te reflecteren. Dus je krijgt altijd liefde en vriendschap. Dit terrein, attent worden. Ik zie dat mensen vanuit een zekere visie of inspiratie leven, gecombineerd met levensbeschouwelijke vaardigheid 3, luisterend omgaan. Ik kan en wil andere levensvisies beluisteren en ervan leren. Het gezin waarin je geboren wordt, vraag, heeft een grote invloed op je kijk op het, of op jouw leven, op anderen, op de maatschappij. Welke elementen uit de levensvisie van jouw ouders, belangrijke familieleden, herken je in je eigen levensvisie of zou je willen opnemen in je eigen levensvisie? Met andere woorden, heb jij gezien in al die tijd dat in jouw buurt, in jouw onmiddellijke buurt, mensen vanuit een bepaalde inspiratie leven? En zou je die inspiratie eerder willen adhereren dan wil afwijzen? De eigen positie motiveren. Ik vind de taal om mijn eigen gevoelens, bedenkingen, vragen en meningen over het leven uit te spreken. Vraag. Goede communicatie is in alle soorten van relaties erg belangrijk. Welke werkpunten op het vlak van communicatie heb je doorheen deze lessenreeks bij jezelf ontdekt? Motiveer. Consequenties voor het eigen handelen. Ik kan en wil andere levensvisies beluisteren en ervan leren. Vraag. Het christendom heeft een eigen kijk op wat liefde is. Zie onder andere het hoofdstuk dat we bekeken in 5 TSO rond de bergreden. Of zou moeten zijn. En hiermee samenhangend een eigen kijk op vergeving. Kan je in deze visie inkomen? Waarom wel, waarom niet? Wat is jouw standpunt hierin? De leerling kan op deze vraag onmogelijk antwoorden zonder dat hij minstens duidelijk maakt dat hij weet dat het christendom een césuur heeft gemaakt tussen de schuld en de schuldige, dat de zonde en de zondaar, dat daar een scheiding is doorgekomen door het christendom, dat de zonde nooit te vergeven valt en de zondaar altijd. Wat vind jij voor jouw eigen levensbeschouwelijkheid van deze visie? Okay. Ja? En hier heb je nog eentje. Het eigen verhaal verbinden. Hè? Samen met LBV 2. Ik zie hoe mensen in gemeenschap wat zij belangrijk vinden een plaats geven. Bijvoorbeeld trouwen voor de kerk, kinderen laten dopen. Kun jij begrijpen waarom mensen dit nog steeds doen? Welke betekenis hebben deze rituelen voor jou? Motiveer je antwoord. Daarmee hoeven de leerlingen niet te zeggen of ze dit zelf allemaal geloven. Dat is niet de zaak. Ja? Okay. Ja. Maar ze geven wel aan hoe dit in hun eigen levensbeschouwelijkheid al dan niet inspirerend dan wel remmend speelt.